meisje. Oeh, wil je knuffel van mama? Ja, en dan kan je wel denken dat ze hier aan het hamsteren zijn geweest. Niks is minder waar, want... Een hele goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen. En het is vandaag alweer zondag 7 maart 2021. En zoals je ziet is het bijna 10 over 11. Lady wordt opgehaald door de buurtjes, want ze gaat lekker naar het strand. En ik ga straks naar Ro eventjes met de twee zusjes. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hey meisje. Wil je knuffel van mama? Ja, wil je knuffel? Wachten, wachten. Hallo, flink, kom eens hier. Kom hier. Ga jij eerst even. Kom eens hier. Kom. Ja, kom. Eén, twee. Goed zo, kom eens hier. Kom hier liggen, ga eens liggen. Ga eens af. Kom eens hier. Jij. Nee, wacht even. Nou, papa toe. Goed zo. Ja, ik zit nog lekker thuis. Ik heb eventjes een nieuwe intro en een outro gemaakt. Ja, met een heel leuk iets. En als mama het ziet, dan zal mama ook wel denken van hoe doen jullie dat weer? Maar dat is altijd wat ze zegt. Maar oké. Het is me wel gelukt. En eens even kijken wat ik allemaal ga doen. Lady is lang en breed alweer thuis. Ja. Ik heb lekker geknuffeld even met de twee zusjes net. Ja, ook leuk. Helemaal top. En dan eens even kijken wat we zo meteen gaan doen. Of dat ik nog even met Lady ga wandelen of andere dingen ga doen. Geen idee. Ik helemaal niet weten. Ik zou eigenlijk vandaag brood bakken samen met Ro. Maar eens even bekijken of we dat gaan redden. Want hij moet morgen de hele week eigenlijk vroeg werken. Het wil niet wat ik wil. Dan doe ik hem even zo. En dan ga ik even internet even openen. Ga ik het even bekijken voor jullie. Hij moet deze week. Dus dat is week inloggen. Even kijken. Niet week inloggen, nee. Week 10. Maandag moet hij van 6:30 tot 2:30. Dinsdag van 6 tot 2. Woensdag van 6 tot 2. Donderdag van 6 tot 2. En vrijdag van 7 tot 11. Ja, dus dat zijn lange dagen, jongen. Van 6:30 ochtends vroeg tot 2:30 middags. Dus ja. Dus dat wordt ook wel weer aanpoten. Ook voor mij waarschijnlijk. Dus dan mag ik lekker en Lady uitlaten. Mag ik Lady weer bij Ro knallen. En dan mag je weer met de twee zusjes. Dus ja. Ik weet niet of ik eraan toe kom. En anders mag hij lekker de twee zusjes doen. Ook goed. Dus ja. Nu weten jullie zijn rooster ook handig. En voor week 11 dan staat nog allemaal tijdvak. En van 7 tot 5, van 7 tot 5, van 7 tot 5, van 7 tot 5, van 2 tot 0 uur. Dus ja, ik weet het niet. Maar week 12 ook hetzelfde. Van 7 tot 5, van 7 tot 5, van 7 tot 5, van 7 tot 5, van 7 tot 5. En zaterdag de 27e van 6 tot 4. Dus... ik kan niet weten. En dan week 13, de maandag van 7 tot 5, van 6 tot 4. Dus ik kan niet weten, maar dat zijn allemaal nog tijdvakken. En het wordt altijd ergens in rond de woensdagavond krijgt hij dus zijn weekrooster. Dus ja, dan eens even bekijken van hoe en wat. En dan is er Ro van de 31ste maart tot en met 11 april is hij vrij. Dus dan hoop ik eigenlijk dat we leuke dingen kunnen doen. En als Ro straks hier weer is, dan zal ik hem even weer laten vertellen wat hij gisteren aan mij zei. Over de avondklok. Ja, dat is leuk hoe hij dat zei. En dan
Hoop ik ook, en dat jullie lekker kunnen lachen nog even. Ja. Ja, en dan kan je wel denken dat ze hier aan het hamsteren zijn geweest. Niks is minder waar, want er is namelijk een vogelgriep in Europa. Dus ja, dan is het weinig, hè? Dus dat, jammer. Ja, onze Freek van Noordwijk heeft hier wat. Ja, bestek. Wat ik het leukste vind, dat is weer de bestek voor de kleintjes. Lief. Freek, en die heeft weer wat. Bestek. Hey allemaal, kijk, daar is mijn mannetje weer. Ja, maar jij had mij gisteren aan het lachen gemaakt. Is dat zo? Over de avondklok. Geen idee meer. Voor 9 uur? Oh ja, voor 9, hè? Je mag je gewoon lekker naar buiten, dus niks aan het wijntje. Maar na 9 uur, opgepast, dan is er kans op een virusuitbraak. Geen idee hoe dat werkt, maar dan. Toch? Ja, precies. En voor 9 uur geen virus. Het virus kan klokken, klaarblijkelijk. Dus ja. Is dat zo? Ja. Maar waarom na 9 uur is er wat aan de hand. Ja, en maar... Half 5 dat... ochtends is het weer, het virus gaat weer slapen, dus prima. Mag je weer naar buiten. Ja, maar... En maar buiten kan je niks overdragen. Ja, het kan wel. Alleen de kans wordt heel erg klein. Omdat het zeg maar verwaait, zeg maar. Ja. Als je iets niest of weet ik wat. Maar als je klachten hebt, moet je ook binnen blijven. Maar waarom dragen dan mensen buiten een mondkapje als het buiten ook niet werkt? Nou, mondkapjes, het heeft alleen het effect dat je een beetje zelfbewust wordt. Ja. Van let op, ik moet die afstand houden. Mm-hmm. Als je klachten hebt, gezondheidsklachten, niet klachten van die maatregelen, dat is wat anders. Mm-hmm. Maar dan moet je dus even oppassen van, nou, dan moet je thuis blijven. Ja. En wordt er positief getest, dan moet iedereen binnen hetzelfde gezin, in dezelfde woning, ook quarantaine houden voor een aantal weken. Ja, maar ja, iedereen die houden toch allemaal niet meer zoveel aan de maatregelen. En dat vind ik alleen maar tof. Want we mogen gewoon wel weer eens een keertje wat meer vrijheden. Daar ben ik het ook mee eens. Ja. Dus ja, ik zou zeggen gewoon lekker doen waar je zin in hebt. En zoek het uit met Wilders en de jongen. Dus als je een dier hebt, een hond, ga lekker afspreken met je buur of wat dan ook. Ga lekker dan mijn zaal, lekker samen, lekker naar buiten en lekker gaan lopen met de honden. Ja. Lekker een groot blok, want... Je mag gewoon lekker lopen wat je wil. En het wordt alleen maar weer mooier. Alleen aankomende week even niet. Beetje koud. Beetje koud. Klein beetje maar. Een heel klein beetje maar. Dus. Er is nog gewoon even een avondklok. Die snappen we ook niet. Maar. Virus ook niet. Snapt ook niet. Waarom niet? Virus kan toch geen klok kijken of wel soms? Toch? Werkt de virus... Voor 9 uur 's avonds niet en na 9 uur 's avonds weer wel. Die begrijp ik even niet. Het zal wel mij liggen dan. Ja, het ligt niet aan jou, want het ligt ook niet aan mij. Het ligt aan, denk ik, helemaal niemand. Maar het ligt aan het kabinet die nu de wereld draait, rijdt en zeilt. Maar de Nederlanders die moeten gaan kiezen binnenkort. En ik hoop dat Rutte en, ik bedoel niet Wilders, sorry meneer Wilders, maar ik bedoel Hugo de Jonge en Rutte, die mogen lekker pleiten, jongens. Lekker geen kabinet meer voeren. Laat iemand anders het maar een keertje voeren, vind ik toch? Ja, dat mag jij vinden. Alleen Baudet of Wilders mogen lekker aan bod komen. Ja. Dat vind ik. Ja, ik vind wat anders. Wat? Vertel. Ja, ik heb laatst een kikker gevonden. Maar de kikker vond van niet, maar te rijden. Ik roep vooral op, ga vooral stemmen. Laat je stem horen. Maakt niet uit wie. Voor mij apart Rutte, als je dat wil. Of de jongen, hè, wat jij niet wil. Nou prima, als je dat graag wil, moet je het vooral doen. Maar ga vooral stemmen. En waarom is stemmen zo belangrijk? Dan laat je je stem horen. Want niet stemmen, dan geef je eigenlijk een stem aan de partij die je niet wil. Want die krijgt dan een stem extra, in plaats van jouw stem die er weer afgaat. Dat is wel jammer. Dus ja, ga vooral stemmen. Ja, dus inderdaad, jullie hebben het gehoord. Ga vooral stemmen, want dat is heel belangrijk. Ja, 17 maart. Ja. Dit jaar nog. Toch wel dit jaar. Ja. Dat is mooi. Top. Vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. Laat een leuke reactie achter.
En ja, ik zie jullie gewoon graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Dus een dik tuut op je snuit. Slaap lekker. En anders werk ze. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.